Sherwin Piquet, districtsecretaris Milieu- en Gezondheidsdienst van het commissariaat van Para, zegt dat het inderdaad klopt dat er een hele poos geen vuil is opgehaald in verschillende gebieden van Para. We hebben een achterstand gehad afgelopen maand of twee maanden. Hebben we een behoorlijke achterstand gehad in het vuil ophalen in geheel Para, hoor. We hebben mensen die het doen vanuit het commissariaat. En vanwege een financiële achterstand hebben een deel van de ondernemers het werk in feite gestaakt. Omdat ze een behoorlijke achterstand hebben in betaling. Op dit moment komt dat zoetjes aan weer op gang. Waarbij de mensen nu worden uitbetaald. Niet dat ze helemaal zijn uitbetaald, maar in kavels. Dus de mensen hebben dan, de ondernemers hebben dan een deel al gehad van hun financiële betaling, waardoor ze dan weer opkomen. Er was een behoorlijke achterstand. Heel veel vuil. U moet nagaan dat het resort Para-Oost het dichtstbevolkte resort is van district Para. Daar heb je heel veel mensen. Piquet geeft aan dat de achterstand nog niet helemaal is ingelopen, maar dat het commissariaat daarmee bezig is. Het commissariaat heeft zo goed en zo kwaad als het gaat geprobeerd om de samenleving van Para op de hoogte te stellen van de ontstane situatie. Ik moet aangeven dat deels wel gecommuniceerd is, maar niet overal in het resort. Hebben wij dat doorgegeven. Oké, maar we zijn ook bezig ook om dat via de RR-leden ook dat door te geven, hoor. Want we hebben ook via hun, krijgen we de klachten binnen van dat het daar vuil is, op Billington, op Acaribo, en dan spelen we daarop in. Maar niet overal is echt op de hoogte van dat er zoiets gaande was of gaande is. Okay. Dat moet ik wel eerlijk aangeven, maar we zijn wel bezig ermee. Okay. Het is wel heel veel vuil, hoor, dat er is. Maar we hebben goede hoop dat we binnen korte tijd dat weer kunnen normaliseren. Dat we gewoon de normale dagen, want het zijn vaste dagen die waar de vuil wagens voorbij gaan, misschien op de dinsdag, op de donderdag, dat ze een bepaald gebied aandoen. Kijk, op dit moment zitten we ook met het gebied Powaka. Ik ben bezig met de voorbereiding om uiterlijk vrijdag iemand daar te sturen om het vuil daar op te halen, de binnenwegen van Powaka zelf. De hoofdweg wordt aangedaan door iemand anders, maar de binnenwegen, daar moeten we ook aanpakken. Dus dat hebben we nog wat achterstand. Aldus een berichtgeving vanuit La Vigilancia in Para-Oost, waar de bewoners te kampen hebben met overvolle vuilnisbakken. Er is bijkans anderhalve maand geen vuil opgehaald. Volgens de districtsecretaris heeft het gebied Para-Oost veel meer vuil dan de andere resorten van het district, maar hopen heel binnenkort deze achterstand in te lopen.